Nee, iemand moet een accordeon spelen en dan doe ik mijn gitaar. En de 1 en de 2 en de 3. Wie wil de accordeon spelen, anders kan ik met mijn gitaar. Nee. Jammer joh. Jij, yeah, kom maar hier. Doe dan Graham Norton deuntjes. Nee, die zal nooit zoiets als dit doen. Die zou alleen filmen. John is nooit. Het staat allemaal op film, hè, wat je nu zegt over John. Hij weet dat ik zoiets zou zeggen. Is hij thuis of niet? Nee. Ah, oh, door André Rieuna of zo. Je hoort jou van depressies van volgens mij. Depressiemuziek. Nog erger depressiemuziek. Een accordeon is sowieso een depressie. Veel uithalen. Nou, wissel dan eens met z'n tweeën. Ja, Miga. Als jij jullie twee gaan wisselen en in plaats dat je de viool gaat, pakt hij de gitaar. Oké, en ja, ik ga zo spelen. En hier zal ik staan. Ja. Je moet. Moet dat ding wel even goed op de hand zitten, hè? Jezus, hoe ze dit werk man. Oké. Ik denk dat de gitaar beter te horen is. Nou, we hebben al muziek van 4 minuten lang. Ja, en een hoop gelopen. Ja. Reclame tussendoor. En dan nu het nieuws. Deze muziek wordt mede mogelijk gemaakt door depressie. Solo, hè? Solo, man. Ja, solo act. Nou, ben jij een stijve violist? Ga eens bewegen, joh. Ja. Zo.